topmodel bij Creators FC Juniors. Heb jij de 3 gescoord dat je de bal mee hebt genomen? Nee. Even abonneren en liken. En laat weten wie jullie de beste speler vonden. Was dat Akamist als keeper of Game Legend Alex? Voetbal je normaal ook? Nee. Maar dat was alleen eventjes in de warming-up te zien. Dear Brownie. Rutger is met Roy, de coach, een typische Team Tantum warming-up daarom en een flip van Rutgers broer Abbe en Akamist Joris. Nou ja, voor meer pranks kijk op ons Insta-account. En van wie denk jij dat deze bolide is? Vergeet zeker niet te liken en te abonneren hier beneden. En voor hoeveel likes gaan we? Zegt Minecraft legend Alex Slijn en daar een andere ster, internationaal topmodel Summer de Snow, die fantastisch blijkt te kunnen voetballen. En daar de keepster van PEC Zwolle en het KVB-team, Noah. Oké, we gaan voor de 7777 likes. Vind ik een hele mooie. Mooi ook, zo'n Creators FC Juniors. Voor hun eerste duel staan daar Roy de Coach, de populaire acteurs Alessio en Rami, Alex, Tom en Bram die een groot voetbalaccount hebben, Abbe, het broertje van Rutger, Jos en Teun, de Pannatwins, Ole, TikToker Moamin, Mees, zoon van Bridget Maasland, Fangirl Ezra, Summer, Noah, zonder H, initiatiefnemer Xavi en Joris. Vandaag wordt er nog eventjes zonder publiek gespeeld voor Voetballen voor Veiligheid van topper Xavi. Check de link hieronder en een JSV-jeugdie mag Summer een box geven en van dichtbij bekijken. Andersom kijken zij die lange keeper aan. Dus we doen hem om het hoofd. Hij doet hem om zijn hoofd. Hij is aanvoerder Joris. Even wennen nog, daar de bankzitters. En dan zegt hij, met dat team wil ik gaan spelen. Joris en daar die keepster. Oké, let's go. En daar gaan we. En jullie vertrouwde voice ben ik, Edward. Direct bij de aftrap blijkt dat Roy 3 topdames heeft geselecteerd. Groot Creators FC fan Ezra neemt namelijk heel cool zo de bal aan. Wat een controle. En zou jij ook eens mee willen doen? Er wordt gespeeld met de nieuwe Premier League bal. En bij JSV zijn vooral hun dames nog niet helemaal scherp. JSV speelt in... De eerste dreiging is van JSV, maar Akamist begint achterin en lost dit rustig en voetballend op. Dan Summer. Die wordt gelijk keihard aangepakt. Kan niet, joh. Kan dit? Wat vinden jullie? Op de bal en de benen tegen een meisje? Mooi is dat ze niet onder de indruk is, opstaat en met deze actie komt. Dan Ole, die in veel van de Akamist-video's te zien is. En die probeert het van ver. Eerste kansje. Vervolgens Alessio, die deed dan een keer met de grote creators mee van nog verder. Lastig stuitje. Lastig ook voor die lange keeper om diep door zijn knieën te moeten. Eerste hoekschop. En daar op rechts zien we die tweeling, Jos en Teun. Tweede op het WK pannenvoetbal en Jos scoort! Maar ik wil graag even mijn statement maken dat ik ben geen vaste keeper. Al na 5 minuten staan de creators op voorsprong. Dit was het allereerste doelpunt van dit nieuwe team. De vaste keeper van het team die zit thuis met een coronabesmetting van een vriend. En dus keept hij het nood, doelpunt gemaakt door Jos L. Jackson met dubbel N. Weer een hoekschop en oh! Goeie kans, zegt Teun, de kleinste creator die kopte. Dan Summer. Goed hard ingespeeld. Teun zoekt gelijk zijn tweelingbroer Jos, maar daar wordt gevlacht en gefloten voor buitenspel. En nog nooit heb ik iemand zo niet buitenspel zien staan. In de tweede helft wordt nog duidelijker dat we een thuisfluiter hebben, een thuisvlagger. En dan deze ingooi van Ami. Poging om hem ver te doen. En Summer, weer zitten ze kort op haar. Jos! Geweldige actie van Jos L. Jackson. Jos. Teun. Ja, legend als Ronaldo, Roger Federer. En jullie commentator krijgen tweelingen. Dan is daar Ezra. Ezra! Wow. Zo scoren. Wanneer je mee mag doen met je favoriete team. Wat een droom en wat een goal van Ezra. Eens kijken naar die achter het doelcamera nu. Wat een goal, hè? Niet normaal, jongen. Niet normaal. Gefilmd door tweede cameraman Sebas de Jong. Schitterend. En het is koud. Mooie foto zal dit zijn trouwens, zeg ook. JSV wisselt na 10 minuten het hele team. En let dan weer op de balcontrole van Ezra. Een aanname en paas tegelijk. Noah, zonder haar weinig te doen. En Ezra blijft zelfs tweebenig. Paasje vervolgens met andere been. En bij JSV kan deze Redouan aardig ballen. Summer kijkt goed over de bal heen. Paast prima vooruit steeds. Teun. Alessio! Alessio, keeper Zwerre. Voorkomt een goal. Met die lange benen. Dit was een kans hoor, een prima redding. Alessio die een bepaalde chemie leek te hebben met Summer. Hier is ze.
En ja, tuurlijk, goed geprobeerd van dat fotomodel. Dat veel meer is dan een knap kopie. Binnenkort weer publiek, 22 april, 7 uur in Velp. Kaarten te koop inmiddels. Voor Kika is die wedstrijd. En daar Jos die dat heel slim deed. Een soort Brian Linse is die. Kijk maar, in de herhaling, links dat duwtje van hem. Waardoor hij ruimte krijgt en kan koppen. Net naast. Let op die felle Ezra. En die is weer, kijkt even verbaasd achterom. Ja, girl power. Vervolgens ook bij Sammer, die zo de bal afpakt. En ook nog leuk paast. Broer 1, gepasseerd door JSV-aanvoerder Tijmen. Maar dan kom je de tweede tegen. Want daar is Jos. Alessio. Bram, check zijn BXT footie op TikTok. En weer een uitschuifbeen van die Sverre. Akamist. Stoomt op. Wil de tweede helft graag gaan keepen voor het eerst. Nu speelt hij op Teun. Teun, en dit is bijna een eigen doelpunt. Van Marouan, bijna een hotseknots goal van de creators. Welk woord moet ik volgende keer in het commentaar gebruiken? Jos. Goed. Op Abbe. Rutgers broertje. Scoort hij, dan maakt hij vast wel een flip. Maar deze gaat net naast. Scheelde niet veel hoor, van dat team Tantum Lip. Blij dat de scholen weer open mogen. Komen ze graag naar je toe om tricks te leren. Rooie ijsbeert om warm te blijven. En Akemist met deze no-look pass op Abbe. Die lijkt me rechtsbenig, maakt een omweg om voor te geven. Krijgt een herkansing. Abbe gaat schieten. En weer net niet. Weer geen reden tot flip. Maar straks in de tweede helft een slotfase die je echt niet wil missen. Akamist, goed op Teun. Uiteraard kijkt hij gelijk waar Jos is. Teun staat daar in het midden. Krijgt de bal terug. 3-0. Beide broers hebben gescoord. Als een mes door de boter gaan ze. En Jos doet dan vervolgens dit. Heerlijk. En zelfs Twan van BXT Footy, met een 250.000 volgers al, doet dan dit. Xavi, mooie voetbalnaam. Schot, fors. En een goede redding van die gelegenheidskeeper Sverre hoor. Dat schot van Xavi, maar de aanval loopt dan door. En daar is Twan. Een volley in de kruising, had firewall gegaan. Deze misschien ook wel. Joris. Zo passeert hij kinderlijk eenvoudig 1, 2, 3 man. Het team dat in de buurt aanwezig was, komt even buurten. Mees, Sammer, goede combinatie. Mees en een inktvisarm van Sverre. Mees, zoon van prestatrice Bridget Maasland, dicht bij zijn eerste goal. En let dan op. Xavi met een dikke doei. Zo passeer je man. En de aanval loopt door. Teun, dicht bij zijn tweede. Teun hakkend. Amin. Ezra. En daar stopt het gevaar voor JSW. YouTubers scoren vaker. Bram zoekt contact met Sammer. Half en weer half. En samen geen heel. Spectaculaire poging. Tot een omhaal door Teun. Zijn schot werd nog geblokt. Paasje op Amin, die met de TikTokers speelde tegen Creators FC op dit veld. Aardige gast, die maar net naschiet. Het is eenrichtingsverkeer en wie is dit? Ja, dat ben ik. Ja, die anders wel heel weinig in beeld zou komen, deze topkeepster. Die voorlopig de nul weet te houden, rust cadeautjes van de sponsor in de kleedkamer. En Akamist trekt Joker handschoenen aan, want dit is de droom. We gaan keepen vandaag. Een pannenpoging van Teun. Geslaagd, ja. En zij gaat er bij JSV uit. Oh nee, toch niet. Ze gaan met z'n 12 spelen. Het krachtsverschil is wat groot. En dit is Xavi. En die begint gelijk lekker. Maar JSV ook. Daar gaat Ferens. Daar gaat Ferens. Met de eerste echte JSV-kans. Unlucky mate, zeggen ze dan in Engeland. Na dit moment. Maar dan vervolgens gewoon gaan doorbikkelen. Gaan jagen. Klasse. Xavi. Op Mees. Mees. Bram. Bram. Een beetje naast. Poeh. Die had best tussen de palen gemogen.
Schoenen verkeerd om aangedaan misschien in de rust. Amin. Abbe. Mees. Abbe. En het beste lijkt er even vanaf. Gebruik je lichaam. Je bent niet voor niks 100 kilo. Kom maar. Grapje, jongen. Nee. Zijn boezeling mag een beetje. Ja, en ook bij de juniors is ingooien wel een dingetje. En dan vervolgens de eerste redding van Noah. Maar nog wel steeds die nul. Wat de mannen dus al 5 jaar niet lukt. Ole. Abbe schrikt er zelf even van. Abbe blijft goed kijken en schuift een koel in de hoek. En komt daar de team Tantum Flip. Jawel, de 4-0 wordt zo gevierd. Nou, dat moet goed komen. Het is even zoeken naar de kracht van dit team en een passende tegenstander. Dat is natuurlijk lekker. Vraag is vooral wie er nog gaan scoren. Shitman. Hij zegt shitman. Krijgen ze een tegendoelpunt? Oh, geweldig wat die broers daar aan de zijlijn laten zien. En Amin gaat mee in dat niveau. Dan is daar Ezra met een lob. Nou, bijna. Dat leek niet slim. Lobben over een keeper van 2 meter. Maar hij zit nog bijna ook, zeg. Een 4 graden boven 0. Zo nemen tweelingen een ingooi. Het is wel lastig in tweelingen. Maar vooral heel bijzonder. Daar gaat Ole. En de keeper met een redding. Hij wilde ook wel eens wat shine, die Ole. In plaats van Joris, wiens filmpjes die maakt. Nou, bij deze. Daar is Teun. Teun. En in de korte hoek. 5-0. 0-5. De tweede van Jos. Hij vindt precies het gaatje daar in de korte hoek. De score loopt op. Het enige waar keepster Noah bang voor hoeft te zijn, is deze grote groep vogels achter het doel. Dan een harde aftrap van JSV. Dat wordt aardig opgelost zo door Badr. Met de complimenten van het bestuur. Met diepe ballen hebben geen zin. Why are you running? Ezra is veel sneller dan haar tegenstandster. En het uitverdedigen van JSV wordt er niet beter op. Maar ze blijven wel strijden als team, ondanks dat ze jonger en minder goed zijn dan de creators. Oh, weer zo'n strakke aanname van Xavi, zeg. En wat een passeerbeweging. Goede actie en een lekker schot. 6-0. Xavi steunt zijn stichting die het voor jongeren veiliger wil maken. Wat helaas bleek recent in vooral Amsterdam nodig heeft. De keeper werd afgeleid door deze auto. Vlak voor dat doelpunt. Misschien daarom dat hij hem alleen maar net weet te raken. Tot ziens, zegt hij dan tegen bekenden. Jos. Amin. Wat zou het mooi zijn als die scoort. Maar dan moet je hem wel in de hoek schieten in plaats van boven deze keeper. Amin. En? Koekoek. Prachtige pannen. Stelvol zijn ook de inworpen van Summer, die een eigen documentaire op Videoland heeft. Mees, geweldige passeeractie. Kijk dan en heeft goed gezien dat Xavi daar voor zijn man komt. 7-0, de tweede van Xavi en gefeliciteerd door Summer. En de keeper waarschuwde nog. Dat had hij goed gezien. En mooi ook dat die keeper Sverre zijn verdedigers dan vervolgens moet inpraat bij deze stand. Het is nodig. Ze gaan natuurlijk niet voor de overwinning, maar voor die ene goal. Amin. Abbe. Groter, sterker, wat sneller. Abbe, moeilijke hoek. Keeper komt zijn doel uit, maar Abbe is toch net wat eerder bij die bal. 8-0 al. De tweede van Abbe. En een flip. Jawel. Precies past dit doelpunt met die Premier League bal in het hoekje. Xavi neemt dan een tegenstander op de hak en heeft gevoel in zijn wreef. En Ole zegt, wat jij kan, kan ik ook, bro. Jos, die heeft een heerlijk linkerbeen. Ja, scoren over deze keeper blijft de uitdaging. Wat was hier heel dichtbij. Vervolgens gaat Amin die uitdaging ook aan. Scoren over de keeper heen. Zit ijs aan deze bal. Maar ook dit scheelde niet veel. En let op die keeper, die vergeet dat er een paal achter hem staat. Boom! En dan
dit moment. Het moment. Het is zijn grote droom van Joris Ellis Akkermist om een keer te gaan keepen. En het moment is nu daar. Maar eerst nog dit. Amin. Vervolgens is daar bijna doelpunt maar weer die keeper. Een schot van afstand. Amin krijgt hem voor zijn voeten. En Amin scoort. En waar gaat hij dan naartoe? Naar zijn vader die dit filmt en let op zijn mobieltje. Die gooit hij zo in de prullenbak. Ha. Hoe dan ook, unieke plaatjes natuurlijk. Check het account van Amin. Zo scoort hij met zijn linker de 9-0. Noah, jij dat je voor altijd de keeper zijn van Creedence FC? Nee, dat is niet zo, want nu ben ik hem. En is Sverre dat bij JSV? Dus Noah, opgepast. Sammer moet ook oppassen, want ze blijven aanpakken. De aanval loopt door. Dit is een goede actie en voorzet. Daar is Amin, maar ze gooien zich ervoor om de tiende te voorkomen. Sammer, goed direct ingespeeld zeg. Mees en... Mees, oh, daar is de tiende. Dubbele cijfers en een driedubbele manier om dat te vieren. Mees doet dat zo en dan ook nog zo en zo. Meesterlijk. Vooral hoe hij de bal met zijn hoofd goed legde, meenam. Scorebord. Staat op 10, maar kan het niet meer aan. De gemeentevlag gaat halfstok. 10 tegen goals. Dan maar zelf eentje scoren. Dat moet dan tegen Joris gebeuren. Dit is mijn droom, hè? Okay. Maar wat moet ik doen als keeper? Ja, een beetje springen, een beetje gek doen. Ja, en Noah heeft de 0 gehouden. En Joris barst van de energie. Maar daar komt JSVL. En, nou, niet klem, wel gestopt. Nog even een beetje uitdagen. En een beetje dollen. Oké, dat was de actie, dat was de actie. Rutger legt alles vast, checkt de geweldige vlog hiervan. Want JSV is ineens met z'n 12 gaan spelen. En krijgen hier weer een kans. Lorenzo en die schrik van de jokerhandschoenen van Joris. Die het daar naar zijn zin heeft. Dan wat tweelingverwarring aan de kant. Oh, moet ik erin? Ik was even door. Wie moet er nou in? En vervolgens het moment voor Nout om te scoren. Dit is Nout en Nout schiet naast. Joris groeit in zijn rol, maar... Ik ben kapot. Ja, keeper is pittig. Amin. Xavi. Zet zelf een 1-2 op. Komt daar door. En maakt hij de 11-0. Oh! En we hebben gescoord. Wat een doelpuntje. Omdat ik op goal sta. De derde van Xavi. En een elftal goals voor de creators. Ongekend. Sverre weet net de 0 niet te houden. En Summer wil dan ook wel gaan scoren. Gaat dat lukken? Akka mist. Nou. Balletje wel hoor. Ja. Gouden linkerpootje heeft hij, maar JSV speelt nu met 13 man. En Joris wil per se niet door de knieën gaan. En dit gaat hij voelen hoor, op kunstgras. Maar hij moet door. En hij moet en zal de nul houden. Noah, ik zeg het je, kansloos. Ik pak alles. 10 minuten nog. Dit is Badder en ze komen steeds dichterbij. Kijk maar. Net over. 8 minuten nog. Dan komen ze weer. Volgende schot. En met het showgedeelte van Joris zit het wel goed. Noah heeft er een zweefneef bij. De aanval loopt dan door. Dit is Ferens. En weer een mist. Met deze redding. Het is voor jullie. Voor die paar begeleiders aan de kant dus. 5 minuten nog om de nul te houden. Ze zijn nu met heel veel. En weer niet. Maar ze waren allemaal aan het vlammen in één keer. Ze kwamen met het hele team. Ja, ik was bang man. Iedereen gunt JSV een goaltje, maar Joris niet. Die wil de nul. En reageert hier fantastisch hoor. Ferens, 1-2, de kleinste op het veld mag het doen. Ferens schiet hem naast.
Dat is gewoon heel sketchy. Hoe is het mogelijk? De druk van zo'n grote wedstrijd voor het JSV te veel. Zo lijkt het. De counter met Alessio en Xavi. Die kijkt opzij, ziet Mees vrijstaan. 12-0. Nee, gefloten, want buitenspel. Was dat zo? Nou, net. Joris heeft last van een net. Gast, mijn arm zat vast. Hoe krijgt hij voor elkaar? En dan? De scheidsrechter eist de bal op. En dat was niet om te fluiten, maar om zelf te schieten. Ik sta voor het doel. Ik stond in de verdediging. Die scheidsrechter, ik krijg volle bal tegen mijn hoofd. Na deze overstap en dit schot van deze pure thuisfluiter. JSV speelt nu dus met 14 man. En daar komen ze weer. 87e minuut. Ferns en Joris. Die doet niet mee aan hun feestje. En gaat dan zelf op avontuur. Gaat richting de middenlijn. Kijkt om zich heen. Paast niet, maar gaat door. Hij is over de middenlijn. Het zal toch niet waar zijn. Een keeper die gaat scoren. Hij kijkt opzij. Hij gaat voor een assist. Of gaat hij zelf schieten? Hij schiet zelf. En de redding van die keeper van JSV. Sverre, die had daar geen zin in. En Joris moet dan heel snel terug. Dit had een vaarwel geweest. Bijna tijd, zegt die jonge goede scheids. JSV nog één keer. Jona en die probeert het mooi te doen. Naast. Wat een waanzinnig slot, zeg. Gaan ze scoren. Blijft die nul staan. Dit deed hij leuk hoor. Maar weer niet raak. Dan komt de laatste minuut. Alessio weggestuurd. Alessio daar rechts is Sammer. Sammer! Ja! Ook zij scoort. Goeie, hè? Ja. Koelbloedig. Zakelijk. Prima. 12-0. Het is haar gegund. Ze speelde prima. En zij mist zo'n kans niet. In de laatste minuut. Sammer de Snow. Hoi! Hoi. Ja, dat is even schrikken. En uniek, zo'n camera op het veld. Dat kan alleen bij de creators. Er komen nog een paar minuten bij, maar bij sommigen is de batterij op JSV. Die willen naar huis, maar worden door teamgenoten terug het veld ingestuurd. 91ste minuut. 7 tegen 12 is het daar nu. Plus die scheidsrechter. Die het nog een keer zo probeert. Hard over de bukkende Joris. Dat is een scheids. Dat is een scheids. En of het een scheids is. Van heel dichtbij. Maar ook die krijgt hem er niet in. En let dan op Teun. Wat een dikke panna is dit, zeg. Sverre gaat mee naar voren. En nog voordat de nieuwe keeper zijn handschoenen aan heeft, is dit Alessio met een beauty. Nu die Sverre er niet meer staat, lukt het wel om met een boog te scoren. Een pijl en een boog was dit. Heerlijk, 13-0. Dit wordt de grootste overwinning ooit voor een creators team. En we gaan naar de 93ste minuut. Iedereen in het roze wil scoren, gaat naar voren. Achterin ligt het helemaal open. Sverre is mee. Dit is Jona en weer niet. Hoeveel kansen wil je krijgen? Weer komt Akamist goed weg, zeg. Gaan we de nul houden? Dat zou een unicum zijn. Het zelfvertrouwen sky high. Teun groeit boven zichzelf uit. Kan zo naar een topclub. En hij is niet van de bal te krijgen. Balverlies bij JSV. Xavi in de 94ste minuut. Xavi gunt hem aan Rami. Maar die blijft op nul staan. Het zal de vermoeidheid zijn. Allerlaatste kans JSV. Dit is een goede actie. En Joris redt weer. Badder. Scoort. Daar is hij. Niet de nul dus. Ook niet voor de juniors. Badder is boos. Scoorde uit woede. En zo ging dat. Joris wilde per se de nul. Dat leek hem te lukken, maar Badder deelt een klap uit aan Joris hoor. Daar is dat tegendoelpunt. Vervolgens dolle taferelen bij de spelers op het veld. En waar is Roy? Nou, daar ben ik weer. De nul, weet je wel. Dat is dus niet gelukt. Joris is ontroostbaar. Dit gevoel, man. Nee. Onbeschrijfelijk. Maar Roy geeft aan dat de VAR buitenspel aangeeft. Geweldig, de nul. Geweldig. Dat is buitenspel. De scheidsrechter keurt de goal af. Hun keeper heeft het door en ziet creators ineens op zich afkomen.
En Teun maakt dan zo de 14-0. Zijn tweede. Hij had een bijna, ja. En daarna complete chaos. Er wordt gepraat met de scheids. Die geeft aan dat dat afkeurende net een grapje was. Terwijl Joris deze achterbal neemt, gebeurt dat. De creators gaan vervolgens door. En die Rami wil ook wel zijn goaltje meepikken. Want Rami heeft nog niet gescoord. En dus zet hij de 1-2 op. En kan hij hier zijn doelpunt maken. Maar lukt hem dat niet. Op de lat. En nu is Rami boos. Woedend. Eventjes. Ik vond het zielig, dus ik ging gewoon crossbar tennis daar doen. En het doelpunt had ook niet geteld, want er wordt buitenspel geconstateerd. En dat is het ook. En niet zo'n beetje ook. Dit doet er dus niet meer toe. Er staat nu 13-1 op het scorebord. En aan deze bal op de lat is daar het eindsignaal. Dat is fijn, dat is fijn. Want ze zijn kapot, er is 10 minuten langer gespeeld. Chaos aan het einde, chaos. Dat is echt niet normaal. Jammer van een tegengoal, vind je niet? Vind je niet jammer? Ja. Joris weet nog niet dat hij toch telde. Keeper die net niet de nul heeft gehouden. Hoe bedoel je? Wat? Je hebt de nul gehouden. Ja, ik wel. En hij niet. 13-1 dus, toch een tegengoal. Ik was super leuk. Vond je Alex goed? Laat even weten in de comments. Ja, topwedstrijd. Fantastisch. Is het misschien een idee om volgende keer ook bij die grote mee te doen dan? Ik weet niet of dat Noah, de grote Noah dat leuk vindt. Maar... Ja, maar wij willen graag een keer de nul houden. Ja, moet Noah mis zijn best doen. Ik denk dat ik een carrière switch ga maken. Echt? Nee, oké, dat niet. Nee. Rotterdam? Rotterdam. Wat vond je ervan? Ja. Respect voor de keeper van JSV. Hoe vond je keeper leuk? Ik vond het echt heel leuk. Ik vond het echt leuk. Ik ga het nog een keer doen. Oh, player of the match. Dan moet ik zo, hè? Stel nou, ik had die kaart gewonnen. Wat waren mijn ratings? Pace. Snelheid. Oh. Abonneer, like. Subscribe. Dat had ik al. Ik zeg abonneer, hetzelfde. Ik zag veel zweet, ook wel een beetje tranen gezien. Geen bloed, gelukkig. Acteurtje, joh. Ja, acteurtje, ja. En wat betekent als je een hat-trick maakt? Dan mag je de bal mee naar huis, hè? Ja. Ik vind het ongemakkelijk, maar heet het niet die microfoon zo? En als het publiek bij mag, gaan we nog een keertje voor je stichting voetbal, oké? Nog een klein cadeautje voor je. Cadeautje voor mij? Hij is acteur, jongens. Dat gaan we net als op de set. Hé, hey, dit ook niet, maar ik ga weg. En tot de volgende keer. Goed, joh. En jongens, wat we doen voor de stichting? Check link hieronderin, want je kan een donatie doen. Hé, hey, heb je voetbalschoenen? Heeft dat een reden of zo? Nee, ik heb geen tas bij me. Ik moet het zo gelijk in de auto gooien. Dan is dat de reden, toch? Dat is de reden, ja. Ja, dat is wel een reden dan. Ja, tot de volgende keer, of ik? Ja, tot de volgende keer. Ja, hey, doei. Later. Ja, tot de volgende keer. Oh, wat een kastje!